Hallo mensen, ik wil met jullie gaan praten over de motherfucking Batman v Superman. Is het goed? Nee, absoluut niet. Waarom is het niet goed? Is het wel omdat Nielsen allergrootste Batman-hater is? Nee, ik vind Batman eigenlijk wel oké. Is het omdat Nielsen een allergrootste Superman-hater is? Nou, Superman is best wel saai, maar ik haat hem niet. Ik bedoel, hij is redeemable. Hij kan beter. Maar waarom? Waarom vind ik dit niks? Omdat het een Batman v Superman is. Het is waarschijnlijk een hele legale battle dat ze naar het court gaan en dat ze elkaar gaan strijden in het fucking courthouse. Nee. Nee, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Nee, waarom ben ik boos hierover? Omdat Batman v Superman, die film gaat gewoon precies hetzelfde worden als de verhaallijn van de Batman. Batman The Dark Knight Returns. En ik heb daar geen zin in, want die stripboekserie en de films vond ik beide echt geen enkele kut aan. Het was gewoon echt een grote fanboy aftreksel van Batman van oh mijn god, Batman is een godverdomme god. Dat is eigenlijk gewoon de hele film. En waarschijnlijk wordt dit weer hetzelfde. Waarom? Omdat het wordt geregisseerd door Zack Snyder. En Zack Snyder heeft al samengewerkt met Frank Miller. En Frank Miller is degene die de Dark Knight Returns shit heeft geschreven. En zien jullie nu een beetje mijn problemen waarom ik dit denk? En ik wil gewoon niet weer zo'nzelfde film. Want die shit was gewoon absoluut slecht. En als ik gewoon... Ik wil gewoon een leuke... Niet een leuke, maar ik wil een goede film. Gaat over Batman en Superman. En dat is niet een film die gaat over dat ze met elkaar strijden. En dat gooit het alle Batman fanboys zich kunnen masturberen. Of oh mijn god, Batman is zo cool met de film. Ik moet echt veel meer zien van hem. Dit is hoe Batman fanboys in mijn hoofd klinken. Sorry als je een Batman fanboy bent, maar je klinkt zo in mijn hoofd. En dit is dus niet wat ik wil gaan zien in een film dat origineel Superman deel 2 zou zijn. Dit is Batman v Superman is origineel een Superman deel 2 film. Maar iedereen denkt van, oh ja, Batman staat in het begin, dus het zal waarschijnlijk wel een Batman film worden. En het wordt waarschijnlijk ook een Batman film. Als je een Superman film verwacht, ja, tough luck my friend, but the answer is Batman. En het is altijd Batman, omdat Batman fucking hype is tegenwoordig. En mensen willen Batman. Terwijl de meeste mensen, denken gewoon van, ja, Batman is cool, maar ik wil ook wel zien hoe de fucking super alien het gaat doen in de film. Maar nee, die wordt de vijand, de leider van de Superman-nazi's. En ja, dat is eigenlijk wat we moeten gaan verwachten van de film. En zijn we daar blij mee? Ik ben er in ieder geval niet blij mee. Zijn jullie er blij mee? Ik wil het graag zien in de comments beneden. Dank jullie wel voor het kijken. Als jullie misschien nog een leuke ding hebben waar ik over kan ragen, post het ook in de comments beneden. En natuurlijk bekijk mijn Q&A's, mijn Asking Dutchmans, omdat ik daar vragen beantwoord. En daar kun je natuurlijk ook vragen stellen die ik kan beantwoorden. Dank jullie wel voor het kijken en ik zie jullie later wel terug. En ik hoop dat Batman Super goed wordt, maar waarschijnlijk niet later.